Ja, ik zal jullie iets vertellen over de maatregel effectiviteitanalyses. Deze analyse heb ik niet alleen gedaan, maar samen met Annemieke Bakker, Rolf en Piet Blonschop. En de titel die we bij deze presentatie hadden bedacht is inderdaad maatregelen zonder monitoringsplan is slechts investeren in een droom voor ecologisch herstel. En aan het eind van de presentatie zal ik terugkomen op de stelling en dan ben ik ook heel benieuwd wat jullie mening over deze stelling is na het zien van de presentatie. Maar eerst wat achtergrond bij het project. Zoals jullie net al op de kaartjes konden zien, zijn er behoorlijk wat maatregelen uitgevoerd. Uit de eerste inventarisaties bij de start van de KUWK kwamen op meer dan 1000 maatregelen uit op zo'n 800 locaties. En die maatregelen varieerden van het verminderen van belasting tot herinrichten van beken, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het aanpassen van onderhoud en nog veel meer. Als we dan tegelijkertijd kijken wat we ecologisch hebben gemonitord, dan is dat ook behoorlijk wat. Er staan hier de gegevens van 1980 tot 2010. En dan kan je zien dat er jaarlijks wel duizenden plekken worden bemonsterd. De meeste zijn waterplanten, gevolgd door macrofauna, algen en vis. En wat kunnen we hier nou uit opmaken? Nou, er wordt redelijk veel maatregelen uitgevoerd. Er wordt ook redelijk veel gemonitord. En als we die twee gegevens dan combineren, kunnen we dan concluderen of de maatregelen ook effectief zijn geweest. Dat brengt me bij het doel van dit onderdeel van de KUWK en dat is analyseren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen of verschillende organismengroepen. En voordat ik de tussentijdse resultaten zal laten zien, wil ik jullie eerst met jullie samen doorlopen hoe zo'n analyse er nou uitziet. Nou, wat hebben we dan nodig voor zo'n analyse? Nou, in ieder geval een maatregel. En ik neem hier als voorbeeld bijvoorbeeld het inbrengen van houtpakket in een beek. Dan moeten we ook nog een ecologisch effect meten. Dat kan bijvoorbeeld het aantal kenmerkende soorten zijn, zoals deze gevoelige macrofauna soorten. En als er dus meer van deze soorten voorkomen, dan zou de ecologische kwaliteit zijn verbeterd. En heeft de maatregel dus een positief effect gehad. En dan hebben we ook nog metingen nodig. In ieder geval voor en na de maatregel. En zoals ik net al zei, gaan we deze analyse samen doorlopen. Dus het wordt een beetje interactief. Dus ik zou jullie willen vragen om de volgende vraag te beantwoorden in de poll. Heeft deze maatregel een positief effect gehad op de ecologie? Ja of nee? Hij staat in de chat. In de chat. Nou, 23 responsen. Loopt nog op. Nou, 25 respons. En 84% nu zegt ja, dit heeft een positief effect gehad op de ecologie. Het aantal kenmerkende soorten neemt toe. Dus een positief effect. En maar zelf zou ik op deze vraag nee, dat weten we nog niet zeker hebben geantwoord. En ik zou jullie graag willen laten zien waarom ik dat antwoord zou hebben gegeven en wat de argumenten daarvoor zijn. En daarvoor ga ik nog wat extra metingen toevoegen. En wat je dan ziet is dat er, ja, als je deze metingen bekijkt, dat er eigenlijk helemaal geen verandering heeft opgetreden. Maar dat deze twee metingen deel uitmaakten van een natuurlijke fluctuatie. Bijvoorbeeld natte en droge jaren, waarbij in de natte jaren over het algemeen in beken meer kenmerkende soorten voorkomen. Een alternatief zou kunnen zijn geweest dat deze twee punten onderdeel waren van een trend die al gaande was. En dat de maatregel hier dus bijna extra effect op heeft gehad. Dus deze twee voorgaande voorbeelden laten dus zien dat er in ieder geval genoeg
metingen nodig zijn om deze vraag te kunnen beantwoorden, zowel voor als na de maatregel. En laten we nu even van uitgaan dat, dat we de voldoende metingen hebben, zowel voor als na. Kunnen we nu dan dus, en er is een verandering geweest direct na de maatregel, kunnen we nu dan met een gerust hard ja antwoorden op de vraag of deze maatregel een positief effect heeft gehad op de ecologie? En dan zou ik nog steeds willen beargumenteren dat het antwoord nog steeds nee zou zijn, want dat weten we nog niet zeker. Want stel ik zou een meetpunt toevoegen boven strooms van waar de maatregelen zijn uitgevoerd. En ik zou op deze locatie tegelijkertijd ook een verandering meten, zoals bijvoorbeeld in deze oranje driehoekjes. Dan blijkt dus dat de verandering op deze locatie waar de een maatregel is uitgevoerd, dat die deel uitmaken van grotere regionale veranderingen, niet per se van het uitvoeren van de maatregel. Je voelt hem dus al aankomen waarschijnlijk. Er is dus ook voldoende metingen nodig voor een controletraject. En dit kan bijvoorbeeld op een locatie boven stroom zijn. De locatie kan vergelijkbaar zijn geweest met de locatie waar de maatregel is uitgevoerd. Maar op dit punt is dan geen maatregel uitgevoerd. Of het kan bijvoorbeeld een natuurlijke locatie zijn waar de kwaliteit nog goed is. En als we dan metingen hebben van zowel voor de maatregel als na de maatregel. Zowel op de maatregellocatie als op een controlelocatie. Dan spreken we van een bakkie design. En dat staat voor Before After Impact Control. En als we dan zo'n bakkie design hebben en we zien inderdaad patronen zoals je in deze grafiek ziet, dan zou ik zeggen dat je de vraag heeft die deze maatregel een positief effect had op de ecologie met ja kan beantwoorden. Dat was een vrij uitgebreide uitleg, maar ik hoop hiermee wel duidelijk te hebben gemaakt waarom we bepaalde eisen hebben gesteld aan de dataaanlevering van de analyse. En dat was onze minimumvoorwaarde. Dat was minimaal 4 jaar na de maatregel en minimaal 3 jaar voor de maatregel en ook een controle. Maar het liefste, dit is eigenlijk nog minder dan de bakkie design vereist, dus het liefste meer, zodat we daadwerkelijk tot zo'n bakkie design kunnen komen. Wat is dan uiteindelijk aangeleverd? Ik heb het hier alleen over de macrofauna en algen, want de vissen en macrofieten worden geanalyseerd door Dataris. 14 waterschappen hebben gereageerd, dat is positief, dus heel veel betrokkenheid bij het project. En als we dan kijken naar de data die is aangeleverd, die verdeeld over verschillende maatregelen, dan zien we dat vooral macrofauna data is van bekerstapprojecten en vooral algen. Data in relatie met nutriëntreducerende maatregelen in vooral meren en plassen. En dat er in totaal data van 38 waterlichamen was, die aan onze voorwaarden voldeden. En soms waren er meerdere locaties in één waterlichaam en die zijn in deze figuur samengevoegd. En als we dan uitgaan van die eerste 800 locaties met maatregelen, dan is dit ongeveer 5% van het totaal. En als we kijken naar wat voor soort metingen dan zijn gedaan, dan is het meeste data zijn voor en na de maatregel. En ongeveer 10% voldoet aan een volledig bakkie design. Dan hebben we ongeveer 2/3 van deze data nu geanalyseerd. En ik zal een kort overzicht geven van wat op dit moment onze tussentijdse bevindingen hierbij zijn. En dat is dat er redelijk een aantal locaties waar geen effect is gemeten en soms ook zelfs negatief. Er zijn enkele locaties met een tijdelijk effect, bijvoorbeeld in geëutrofieerde plassen waar dan de bron niet is weggenomen en bijvoorbeeld gebaggerd is en dan komt het effect weer terug. Behoorlijk wat locaties die onduidelijk effect hebben. Dit is bijvoorbeeld als de verandering voor de start van de maatregelen is begonnen al, als de verandering ook in de controle heeft plaatsgevonden, of als er bijvoorbeeld wel een verandering is geweest, maar die verandering is niet duidelijk te relateren, of de indicatoren die daaraan zijn gerelateerd, zijn niet duidelijk te relateren aan de maatregelen. En
dan zijn er ook een behoorlijk aantal locaties met een beetje effect waar we vooral enkele ubiquistische langzaam stromende watersoorten in beken terug zien komen. Of bijvoorbeeld een kleine vermindering van eutrofiering in plassen zien, maar nog vooral blauwalgen die dominant zijn. Tijd. En tot nu toe één voorbeeld met een duidelijk effect, maar er is nog een derde wat geanalyseerd moet worden. Dan wil ik nog even de take-home messages doorgaan. En dat is dus dat er redelijk veel maatregelen zijn genomen. Wat ik nog niet had verteld is dat uit het begin van de inventarisatie bleek dat 87% ervan effectief werd bevonden. En ik hoop dat jullie bij zijn gebleven dat twee meetpunten niet voldoende is om conclusies te trekken. Maar dat daar wel iets van een bakkie-design voor nodig is. En daaruit kwam de stelling voort, maatregelen zonder monitoringsplan is slechts investeren in een droom voor ecologisch herstel. En ik ben ook wel benieuwd wat jullie van deze stelling denken na de presentatie. Dankjewel, Gerard.